De waterpolodames van ZVL Tettero speelden vrijdagavond in zwembad De Zijl de eerste finale wedstrijd om de landstitel. De tegenstander in de best of three reeks is Polar Bears en die ploeg werd eerder dit jaar in de bekerfinale al overtuigend verslagen. Maar de ploeg uit Ede was duidelijk met andere plannen naar Leiden gekomen. In de eerste periode pakte ZVL nog een voorsprong van 2-1 door doelpunten van Melissa van Rijn en Marianne de Groot. Daarna ging het mis voor ZVL. In de tweede periode liep Polar Bears uit naar 3-6. In de tweede helft deden de Leidse dames er alles aan om dat gat te dichten, maar ZVL kwam niet dichterbij. Melissa van Rijn maakte wel de 4-6, maar daarna scoorde Polar Bears direct weer de 4-7. Ook lag keepster Joanne Koenders regelmatig in de weg en werd er af en toe onzorgvuldig met het balbezit omgegaan. De derde periode eindigde in 5-8 in het voordeel van Polar Bears. In het laatste kwart werd er nog één keer gescoord door Melissa van Rijn, die met 3 doelpunten de topscorer werd van ZVL. Ze bracht daarmee de eindstand op 6-8. ZVL verliest dus de eerste finale wedstrijd en moet nu zaterdagavond om 9 uur in Ede winnen van Polar Bears om zich te houden op de landstitel. In dat geval wordt er zondag om 5 uur de beslissingswedstrijd in Leiden gespeeld. Is onzorgvuldigheid misschien een woord dat deze wedstrijd wel past? Ja, ik ben het met je eens. In de tweede periode kwamen we 2 doelpunten achter en toen gingen we geforceerd spelen. En dat is jammer. En dan zie je dat je niet scherp gaat schieten, dat je wat slordigheden hebt in je spel. Dat je te veel gaat geforceren, ga je achter de feiten ga je eigenlijk aanlopen. En dat is gewoon jammer. Want je begon eigenlijk wel goed. Maar je komt wat ongelukken achter. Dat kan gebeuren in zo'n wedstrijd. En ja, dan moet je echt wel even wat scherper zijn in je passing. En ja, schieten was gewoon erg slecht vandaag. Van de 10 keer maar meer hebben we er maar 3 gemaakt. Nou, dat is gewoon veel te weinig. Wat lukte niet? Ja, het resultaat is niet naar wens, maar we hebben wel alles gegeven. En dat is uiteindelijk wel belangrijk in deze wedstrijd. En ja, dat we met meer dan een 0-1 hier vanavond wilden staan, dat mag duidelijk zijn. Zij speelden gewoon een goede wedstrijd. En ik denk dat wij onder ons kunnen spelen. Ik denk dat wij kunnen gewoon beter spelen. In de bekerfinale spelen we ook gewoon beter. Maar het heeft te maken met het forceren. We gingen echt forceren en slordig spelen. En dan lukt het allemaal net niet. Zij hebben een keeper die ligt bij het Nederlands team. Dus natuurlijk is zij ook een belangrijke pion in hun verdediging. Maar daar moet je zelf gewoon slimmer mee omgaan. En we hebben best wel veel grote kansen ook zelf gemist. Hè? Niet eens het haar echt moeilijk gemaakt, maar ook gewoon naast, lat, door het midden. Dus ja, ik denk niet dat we naar hun moeten kijken, maar met name naar onze eigen afronding. Ook de man meer was niet goed vandaag. Je scoort gewoon te weinig uit de 10, 11 man meer situaties die je creëert. Ja, en dat komt door onszelf. Niet omdat hun het geweldig doen. Nee, het baltempo is dan net even te laag. Een balletje op het water. Net wat afwachtend. Dus ja, we zullen morgen gewoon daar echt een stapje extra moeten doen. We staan 1-0 achter, maar ja, morgen weer een dag. En kijk, we zijn Polar Bears nu 4 keer tegengekomen dit seizoen en het staat 2-2. Dus dat geeft gewoon aan dat we enorm aan elkaar gewaagd zijn. En ik denk dat het hun vandaag gewoon net iets meer mee zat in de kleine details. Ja, en die tellen in een finale. Maar morgen is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. En dan gaan we gewoon weer vol gas er tegenaan. Nou, we gaan morgen revanche nemen. Gewoon de mijnen moeten laten zien dat ze beter kunnen. En ik heb er vertrouwen in dat ze dat laten zien. En dan moeten we morgen zondag in de derde wedstrijd hier thuis moeten we het af gaan maken.